We gaan lezen uit het Oude Testament, uit Exodus, het 14e hoofdstuk. En beginnen te lezen bij vers 10 tot en met vers 22. De versen die eraan vooraf gaan, gemeente, die gaan over dat Israël uit Egypte door de Heere wordt uitgeleid. Ze staan nu voor de Rode Zee, voor de Schelzee. We beginnen te lezen bij het 10e vers. En als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. En zie, de Egyptenaars stogen achter hen. En zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. En ze zeiden tot Mozes: heb gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, omdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt ge ons dat gedaan, dat ge ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: vreest niet, staat vast. En ziet, het heil is des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee. En klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heer ben. Wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ze kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger van Israël. En de wolk die was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun muur tot hun rechter en tot hun linkerhand. Tot zover. Gisteravond hadden wij belijdenis, catechisatie. En de belijdenis catechisanten, aanstaande belijdeniscatechisanten, moesten allemaal een tekstgedeelte thuis opzoeken, daar uitleg aan geven en ook een persoonlijke toepassing vanuit de tekst laten horen aan de anderen. Dat is gisteravond gebeurd. Psalm 23 kwam aan de orde en daar staat: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Toen hebben we met elkaar nagedacht: wat betekent dat nou eigenlijk? Het zal ons niets aan niets ontbreken. Betekent dat dan dat de dichter geen moeilijkheden krijgt? Betekent dat dan dat we in het jaar wat voor ons ligt, als de Heer onze herder is, dat het allemaal voorspoedig gaat? We zijn natuurlijk tot de conclusie gekomen dat dat niet aan de orde is. Dat bedoelt deze psalm helemaal niet. Deze psalm die zegt: er zal ons inderdaad niets ontbreken, ook als er moeilijkheden komen, problemen komen, zorgen komen, spanningen komen. Het zal ons niet ontbreken
aan troost. Want uw stok en uw staf, die zullen ons vertroosten. Dus ook in de dieptepunten die gaan komen in het jaar wat voor ons ligt, zal het ons aan niets ontbreken, zegt de dichter. Een bekend lied wat de toekomst brengen mogen, hè? En waar gaan we vanmorgen met elkaar om bidden? Ik weet het niet. U hebt eten, u hebt drinken. U hebt misschien gezondheid, het gaat u misschien allemaal voor de wind. Waar moeten we om bidden? Met de achtergrond van de Oekraïners en van Syrië, Malawi en noem maar op. Nou, de tekst waar het vanmorgen over gaat is een tekst waar ik niet los van kon komen. Een tekst die ik 2,5 jaar geleden gehoord heb en die eigenlijk niet goed tot mij is doorgedrongen. Welke tekst? Nou, in vers 15 staat: toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. Weet u die tekst nog? Kunt u het nog herinneren of niet? Dominee van Leeuwen heeft mij hiermee bevestigd, 2,5 jaar geleden. Daar gaan we biddag over houden. Zeg de kinderen Israëls, zeg de gemeente van Valburg dat zij voortrekken. En de Heere zegt tegen mij: wat roept gij tot mij? Daar gaan we naar luisteren. Wat bedoelt de Bijbel daar precies mee? Voor de biddag, voor de toekomst die voor ons ligt. Drie gedachten: verleden, heden en toekomst. Laten we samen. Ze stonden samen als twee broers voor de troon van Farao. En uit de mond van Mozes klonk het: alzo zegt de Heere, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen, zegt de Heere. Want ik ben de Heere, hun God. Zo stonden Mozes en Aaron voor Farao, gemeente. En zo sta ik ook vanmorgen voor u. God heeft het Israël uit Egypte uitgeleid. God heeft u ook uitgeleid, toch? U hoort toch ook bij dat verbondsvolk, of niet? U hoort ook bij dat volk waar God van gezegd heeft: ik ben de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Farao, laat mijn volk trekken, want ik wil dat ze mij dienen. En elke zondag hoort u: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. En we zien Israël gaan, 2 miljoen mensen uit het Egypteland, uitgeleid door een sterke hand van de Heer. En de Heer heeft gezegd tegen Israël: ga naar dat land wat ik jullie wijzen zal, vloeiende van melk en honing. En ze zijn op weg gegaan, op weg, door de woestijn. Alleen ze hebben niet zo erg goed begrepen dat er onderweg verdrukkingen komen, moeites, beproevingen. Maar ze waren uitgeleid door een sterke hand. En God had beloofd: ik zal jullie brengen in dat land vloeiende van melk en honing. Israël hoefde maar één ding te doen: te gehoorzamen. Jij ook. Israël hoefde maar één ding te doen: te geloven wat God beloofd had. En daar moest Israël het mee doen, met de woorden die God gesproken had: ik zal jullie brengen in dat land. Maar onderweg gebeurt er het een en ander, ook in uw leven, ook bij ons in Valburg. U moet erop rekenen dat er het een en ander gaat gebeuren. God die gaat een weg met zijn volk, soms een onbegrepen weg. Maar dat God een weg gaat van beproeving, van loutering,
Daar moet u echt rekening mee houden, want als u daar geen rekening mee houdt, dan overvalt het u straks. Misschien denken we veel te vaak met biddag dat we zeggen, Heere, wilt u ons hiervoor bewaren en wilt u ons daarvoor bewaren? Wilt u ons hiermee zegenen of daarmee zegenen? Dat noemen wij dan biddag. Maar ik moet zo denken aan de woorden van de Heere Jezus tegen zijn discipelen. Dat de Heere Jezus zegt, de Satan die heb jullie opgeëist. Hoort u het? U hoort het niet, denk ik. De Satan heeft jullie opgeëist om jullie te ziften als de tarwe. En de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen, voordat ze op de zeef komen, ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Dus wat hebben we nodig in de komende tijd? Geloof, geloof. U wordt niet gevrijwaard van beproevingen, van ziekte en moeite. U moet erop rekenen dat u, als u op weg bent naar Kanaan, dat er heel veel gaat gebeuren in het jaar wat voor ons ligt. Het wordt bij Israël ook beproefd. Wat is de beproeving? Farao laat het er niet bij zitten. Dat doet hij vandaag ook niet. Farao laat het er niet bij zitten dat het volk zomaar massaal uittrekt. En Farao komt met zijn leger om Israël van de aardbodem weg te vagen. En Israël staat voor de Schelfzee en links en rechts zijn de bergen en voor hen het water en achter hen Farao. Er wordt een biddag uitgeroepen in de woestijn. Maar het is een mopperen in ongeloof, want Israël is bang, is angstig, is bevreesd. U toch niet? Ben u bang voor de toekomst en bang voor morgen? Op catechisatie ging het er ook gisteren over. Wees niet bezorgd, zegt de Heer. Het is biddag. Dat hebben we nodig, denk ik, met biddag. Wees niet bezorgd. Wat je eten en wat je drinken zult en wat je lichaam aangaat. Want zie de vogelen des hemels en ziet de lelien in het veld. Maar het volk wordt bezorgd, wordt angstig, wordt vertwijfeld, wordt onzeker. En ze zeggen zelfs tegen God, had ons toch in Egypte gelaten. We hebben het nog gezegd en we hebben het uitgesproken. Laat ons hier, bemoei u niet met ons. Maar heb God ons dan uit Egypte gehaald omdat er in Egypte niet genoeg graven zijn om de Israëlieten te begraven? Heeft hij ons daarom gebracht in de woestijn omdat daar meer ruimte zal zijn om het hele volk daar te begraven? Over wie hebben we het eigenlijk? Over het verbondsvolk. Het volk wat God gezegend heeft met de kostbaarste beloftes. Niet alleen voor het geestelijke, maar ook voor het natuurlijke. Israël moppert. Israël murmureert. En Mozes, er gebeurt iets heel wonderlijks. Want je zou verwachten dat het vuur van de hemel komt. Als we onze menselijke berekeningen erop loslaten, dan denken we, dit is het laatste van Israël. Maar er gebeurt iets. Want God is een God van het verbond. Zere goedheid kent geen palen. En Mozes spreekt het volk aan in de naam van de Heere. En hij zegt tegen het volk, vrees niet. Jullie hoeven niet bang te zijn, want God heeft beloofd. Ze worden vermaand, maar liefdevol vermaand. En ze worden heen gewezen. En Mozes zegt, wees niet zo twijfelmoedig.
Wees niet zo twijfel- en vreesachtig voor de toekomst die voor u ligt. Maar dominee, links en rechts de bergen en voor ons de zee en achter ons farao, zouden we dan niet vrezen? Vrees niet. Mozes bemoedigt het volk en Mozes wijst het volk erop. Wees niet bang. Waarom niet? Is er geen reden dan om te vrezen voor de toekomst, voor volgende week en voor de volgende maand? Wat er met Israël gebeurt en Oekraïne en in de wereld en in de politiek, zouden we dan niet vrezen? Ik zeg u vanmorgen, vrees niet. Wees standvastig. Blijf staan waar je staat. Staat er eigenlijk in de grondtekst. Opdat je niet heen en weer wordt geslingerd van links naar rechts. En dat je allerlei scenario's in je hoofd haalt voor de toekomst. Het is ongeloof, het is kleingeloof. Wees standvastig, o mijn volk, wankel niet. Want ik zal farao, ik zal de vijanden verdelgen, niet jullie. Ik heb jullie de belofte gegeven. Blijf bij de belofte, blijf hangen bij wat ik beloofd heb, wat ik in mijn woord gezegd heb. Zo is Mozes bezig als de meerdere Mozes te midden van het volk Israël. Ik heb vanmorgen ook de hartelijke begeerte met alle gebrek om dit u vanmorgen duidelijk te maken. Vrees niet, vrees niet. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Hij heeft het gezegd, ik zal met u zijn tot aan het einde van de dagen. Het loopt God niet uit de hand, gemeente, ook in het jaar wat voor ons ligt. Daarom geloof ik niet dat we in de eerste plaats biddag moeten houden en zeggen, Heere, alsjeblieft, mag het allemaal in mijn leven voorspoedig gaan, mag ik gezond blijven, mag ik eten en drinken en een volle portemonnee hebben en gewoon op vakantie kunnen. Dat is denk ik geen biddag. Misschien is dat omdat we dat fijn vinden naar ons vlees. Maar u wordt beproefd op wat voor manier ook. Als je geen beproeving hebt, dan ben je een bastaard. Dan kun je gewoon alles doen wat je zelf wil. Maar als God je lief hebt gehad, dan gaat God een weg met u in het jaar wat we tegemoet gaan. En ik zeg u van tevoren, vrees niet als het heftig wordt. Als het in uw vlees snijdt, als het een prijs kost. Als we moeten lijden, misschien wel om Christus wil. Vrees niet, wees niet bevreesd en blijf standvastig. Want dat gaat de duivel proberen in het jaar wat voor ons ligt. Die gaat proberen om u aan het wankelen te brengen. Hij gaat u op de zee werpen, omdat hij u twijfelmoedig wil maken. Dat u gaat twijfelen aan Gods belofte. Vrees niet, wees standvastig. Want het heil, zegt Mozes, daar staat een woordje in het Hebreeuws, dat betekent de redding. De uitkomst is des Heren. Daar gaan wij helemaal niet over. God regeert. God zal redding geven. Hij zal een weg gaan met zijn volk Israël. Gemeente van Valburg, vrees niet. Wees standvastig. Want het heil is des Heren. En als u soms voor de zee komt te staan in het komende jaar, en u kunt niet meer linksaf en niet meer rechtsaf, en achter u is de vijand. Troost, troost dan uw hart met deze woorden. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Nou wordt het heel stil.
wanneer er geen hulp of uitkomst meer is en blijkt. Dat God het volk bemoedigt. Jij hoeft Farao niet te overwinnen. Jij hoeft de problemen niet te overwinnen. Jij hoeft je huwelijk niet goed te maken. Ik zal voor u strijden. Dat betekent wel dat wij stil moeten leren worden. Dat vinden we heel lastig hoor. We willen meehelpen en we willen God een handje helpen. Maar in het jaar wat komen gaat, heeft God beloofd: ik zal voor u strijden. Het is mijn zaak, niet uw zaak. Het is mijn gemeente. Het gaat over mijn kinderen. Het gaat over mijn volk. En ik zal, o volk van Israël, je zit moedeloos in het zand gebogen. En je hebt je pinnen ingeslagen, de tentpinnen ingeslagen. En je beklaagt elkaar. En je denkt dat God onrechtvaardig is. Wat een wonder dat God het volk wat zo ongehoorzaam is en zo ongelovig tegemoet komt met de belofte van God. U had een pak slaag verdiend eigenlijk, ik ook. Het was nodig geweest dat God ons ernstig had berispt. Want we zijn bij het minste of geringste al twijfelmoedig geworden. En we zijn angstig geworden en bevreesd. We hebben gezien op de omstandigheden. En we hebben niet ons oog geslagen op hem die gezegd heeft: ik zal jullie in het beloofde land brengen. Ongeloof. Je zou verbondswraak verwachten. Maar God ontfermt zich over zijn volk. Vrees niet. Wees standvastig. Want het heil is des Heren. Wie durft het? Wie durft het om God te laten werken? Wie durft het om stil te worden? Dat betekent dat er eigenlijk staat in de grondtekst ook: vertrouw alleen op mij. Om het even duidelijk te maken, doe je armen over elkaar. Al die drijf en die ijver, o mijn volk, u redt het niet. U kunt Farao niet verslaan, al ben je 100 keer het verbondsvolk. Maar ik zal strijden en jullie moeten buigen, luisteren, gehoorzaam zijn, mij volgen. Misschien is dat de grootste les in het komende seizoen wat voor ons ligt. God laten werken. En met je driftige handjes overal vanaf blijven. En op hem vertrouwen. Om het alleen van hem te verwachten. Om aan zijn lippen te hangen. Zoals gisteren op catechisatie, wat mij heel diep raakte. Ik zal u doen overhouden, een arm en ellendig volk. En punt. Nee. Een arm en ellendig volk wat niet strijden kan, wat het niet redden kan. Punt. Nee. Een arm en ellendig volk. En die zullen juist op de naam van de Heere vertrouwen. Misschien in jezelf zo krachteloos. Om niet te weten hoe je het op moet lossen. En dat je met je rug tegen de muur staat. En dat je je echt onmachtig voelt. En dat je denkt: ik moet wat doen. Want anders gaat het niet goed. Maar dat je het uit handen geeft. En in de handen legt van hem die gezegd heeft: ik zal u doen overhouden. Een arm en ellendig volk die op Christus vertrouwen. Wie durft het? Wie durft het? Door de Heilige Geest
om niets in jezelf te hebben en nochtans je vast te klampen aan die God die het beloofd heeft. Ik ben de Heere uw God. Bij je doop, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, vertrouw op mij. Dat is heel wat anders dan ploeteren en dan actief zijn. Ik zeg niet dat het volk niets gaat doen. U zult straks horen dat dit volk in opdracht van de Heere moet voortrekken. Ze mochten ook niet blijven zitten waar ze zaten. Ze moesten weg van die plek. Want het was een plek van ongeloof, van twijfel, van onzekerheid, van angst. O kind van het verbond, daar moet u niet blijven. God wil niet dat je daar blijft. En daarom zegt de kinderen Israëls dat zij voortrekken. Ze moeten de pinnen uit de grond drukken. Ze moeten hun tentje opbreken. Ze mogen niet blijven zitten bij klein geloof en zwak geloof en twijfel. Maar er is geen weg, dominee. Er is geen weg. Want voor ons is het water en links en rechts de bergen en achter ons de vijanden. Waar moeten we heen? Zeg de kinderen Israëls. En de Heere zeide tot Mozes. En de Heere zei tot mij, zeg tegen de kinderen van Valburg. Dat zij voorttrekken. Het moet voorwaarts. Waarheen? Naar het beloofde land. Naar het land wat God beloofd heeft. Ja, maar er is geen weg. U zult in het jaar wat voor u ligt, als God het geeft, dit ervaren in uw leven. Dat u soms voor een zee staat en dat er geen weg is. Dat er alleen maar onmogelijkheden zijn. En dat je bij de pakken misschien wel neerzit en dat je moedeloos bent en zegt, ben ik wel geroepen? En hoe moet dit en hoe moet dat? Daar komen we allemaal voor te staan, ik en u. En dan klinkt het in onze oren, dat is toch onmogelijk, dat is toch dwaasheid? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. In een andere vertaling staat er dat ze zullen voorttrekken. Het is geen misschien, maar de Heere zegt ze zullen voorttrekken, ze zullen voorwaarts gaan. Nee, terug naar Egypte. Hé jongens, dat kan niet meer. Terug naar de wereld kan niet meer. Die brug is opgehaald. Maar vooruit kan het ook niet. Er is geen weg. Maar Israël wordt geroepen om de pinnen uit de aarde te slaan. En wordt geroepen om de tenten op te breken. Want de Heere wil dat we voorwaarts zullen gaan. En daar gaat het verder vanavond vanmorgen niet over. Maar ze komen straks bij de zee. En dan zetten ze hun voet in het water. In het water hoor. Er is geen pad. Er lagen geen reddingsboten klaar. Maar Israël moest het doen. Moest het doen met de belofte van God. Daar moet u het ook mee doen. Ook als het tegendeel blijkt. Ook als wanneer het oog het niet ziet. Nochtans vertrouw ik op u, o Heer. En als ze de voeten in het water zetten in de Schelfzee, dan komt er ineens een pad. God baande door de woeste baren. Zo doet God het nog steeds. En door de brede stromen ons een pad. En Mozes, de man Gods, die is aan het bidden. Want dat staat er in vers 15. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij? Ik heb heel lang over nagedacht en nagezocht wat zou Mozes gebeden hebben. Ik weet het niet. Maar de Heere zegt tegen Mozes,
Mozes zocht natuurlijk contact met zijn meester. Want het volk was ongelovig, opstandig, vol met vrees en beven. En Mozes moet gedacht hebben, hoe moet het verder? Ze willen terug naar Egypte. Natuurlijk zal Mozes zijn hart hebben uitgestort voor de Heer. Maar het lijkt wel alsof de Heer zegt, nou stoppen Mozes met bidden. En dan, nou komt het aan op geloof. Op geloof! Want je kunt natuurlijk bidden totdat de pannen van het dak afvallen. Maar het komt aan op het geloof. Met andere woorden, Mozes, het is genoeg geweest. Ik las bij een van de verklaarders dat de Heer zei tegen Mozes, Mozes, nou moet je stoppen hoor. Want je zou dit willen weten en je zou misschien willen weten hoe dit zal gaan en hoe dat zal aflopen. Maar Mozes, nou moet je stoppen met bidden. Dat kan toch niet? En zeg de kinderen Israëls en de Heere zeiden tot Mozes. Je moet maar één ding tegen Israël zeggen. Ze moeten gehoorzamen. Op hoop, tegen hoop, gehoorzamen. Wat er ook gaat gebeuren. Maar ze hadden de belofte hadden ze. En het geloof, gemeente, klampt zich vast aan Gods belofte. U hebt het beloofd. Opdat wij in het komende seizoen en in het komende jaar. We zeggen het zo vaak wel eens tegen elkaar. Hè? U vindt dat misschien ook een beetje lastig als ik dat elke keer zeg. Maar ik bedoel het echt zo liefdevol. Maar we bidden wat af, hè, gemeente. We bidden wat af. Nou ja, of het echt bidden is, dat is dan de vraag. Maar geloven we het eigenlijk wel? Dat bidden en geloof bij elkaar horen. En dat er niet een moment komt en zeggen wel eens, ja, ik leg het bij de Heere neer. Heel mooi. Heel mooi als je zo afhankelijk mag zijn, maar je blijft ondertussen waar je bent. Vol met twijfel, vol met ongeloof, vol met angst. Maar de Heere zegt, het moet vooruit. Het moet naar het Kanaan. Het moet naar het beloofde land. Dat gaat niet zonder een woestijn, dat gaat niet zonder een Schelfzee. Dat gaat niet zonder honger en dorst en gaat niet zonder ziekte. Maar laten we het oog gevestigd houden. Waarop? Op Christus, die het eindpunt is. He, zo mooi in de Hebreeënbrief. Die brief die is al hier behandeld, maar ik zou bijna zeggen, u moet hem thuis maar tientallen keren doorlezen. Paulus staat aan de oever van de zee en hij ziet dat het volk als het ware van de oever afsteekt de zee in. Maar Paulus heeft gezegd in de naam van de Heere, vaar naar de haven, naar de haven. Er staat een woordje in het Grieks dat betekent naar de volwassenheid. Blijf niet staan bij dat baby zijn. Ja, ik ga de Bijbel even nazeggen hoor. In het komende jaar blijf niet staan bij vergeving der zonde. Blijf niet staan bij de doop. Hebreeën 6, lees maar na. Maar laten we voortvaren, opwassen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Opdat je een volwassen man mag zijn in het geloof. Dat is mijn gebed, gemeente. En laat het uw gebed ook zijn vanmorgen. Dat we mogen zien dat er een opwas is in de genade. Dat u niet zo gauw verschrikt bent en zo gauw bevreesd bent als toen u een babytje was. Want als je nog dezelfde man bent als 2 jaar geleden, dan is er iets niet gezond. Dan ben je geestelijk niet gezond. Zeg het volk van Israël dat ze voorttrekken. Omdat u meer geoefend zal worden als de tegenslag komt en de moeite. Dat u niet zomaar heen en weer bewogen wordt door de winden van leer.
Maar dat u standvastig mag zijn door de genade. Omdat u een volwassen man geworden bent in de genade. Wat is het een wonder, dominee, als God in je leven komt? Amen. Wat is het een wonder als God je zonde vergeeft? Amen. Maar dan begint het pas echt. Wat zegt u nou toch? Dan begint het pas echt. Wat begint er echt? Dat je gevoed wordt met melk. Dan gaan we straks om bidden en vanavond ook. Dat ik u mag voeden met melk en met vaste spijzen. Opdat u mag groeien. Groeien? Nee. Geen sterke man wordt in jezelf. Maar groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. Als de zonde je beet pakken. Dat je niet moedeloos ter aarde neervalt. Maar dat je zegt, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Wanneer er geen vrucht is aan je boom. Dat je nochtans psalmen zingt. Verheugd bent in hem die u verlost heeft. En als er geen koe meer in de stal staat, geen dikbil meer. Dat het allemaal is uitgestorven, omdat de pest is uitgebroken. Dan zal ik nochtans in mijn Heere mij verheugen. Een babytje wordt door elkaar geschud en denkt, God is tegen mij. Maar die geoefend zijn in de genade, die zeggen, nochtans zal ik op de Heere hopen. Ook wanneer ik kanker krijg. Ook wanneer ik ziek word. Dan zal ik nochtans me vastklampen aan wat God beloofd heeft. Daar gaan we biddag om houden. Omdat u een sieraad zal zijn, een sieraad zijn voor uw kinderen. En dat u niet als een moeder met een gesloten mond over de wereld gaat en niet goed van de Heere spreekt tegen uw kinderen, omdat uw gemoed van binnen op zijn kop ligt. Laten we voorttrekken door de woestijn. En laten we niet verschrikt worden wanneer er moeite en verdriet komt. Want God heeft beloofd dat degenen die het van hem verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Ik moet dat natuurlijk zeggen, anders zou ik iets vergeten vanmorgen. Maar ze komen allemaal niet in het beloofde land. Want die volharden zal tot het einde. Die zal er komen. Wat zegt u nou toch, hangt het af van onze volharding? Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Misschien verliest u de moed als u hoort over moeilijkheden en problemen en zorgen. Maar wees niet bezorgd voor de dag van morgen, wat hij u brengen zal. Wandel in kinderlijk vertrouwen. Zie niet op de omstandigheden, maar zie op hem die de macht heeft in hemel en op aarde. Zo nemen we van elkaar vanmorgen afscheid, jongens en meisjes. Je hoort wel eens om je heen zeggen, we leven in een bange tijd en dat is waar. Er is heel veel mis in de wereld. Er is ook heel veel mis in uw gezin. Er is ook heel veel mis in uw huwelijk misschien wel. En misschien wel tussen uw kinderen en ik hoor natuurlijk het een en ander. Maar wees daar op zichzelf niet bevreesd over. Pas op dat je niet in de klauwen van het ongeloof terechtkomt. Maar ik roep u op deze middag, vrees niet. Wees standvastig. Want het heil is des Heren. En het klinkt door het godsgebouw vanmorgen. Ik hoop dat het na-echoot in uw hart. Ik zal voor u strijden. Gemeente, ik zou geen betere weg weten om alles uit handen te geven. Wie durft het vanmorgen? Op biddag. Om alles uit handen te geven. En alleen te vertrouwen op hem die gezegd heeft. Ik zal. Al is het dat je geweten tegen je getuigt. Dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt en er niet eentje gehouden hebt. Nou, dat is nogal wat, hè. Maar dat ik nochtans in Christus voor God rechtvaardig ben.
Omdat er één geweest is die voor mij heeft gestreden. En ik heb alleen maar op hem hoeven te zien. Ik heb alleen maar met lege handen als een arme bedelaar het oog moeten slaan op hem die mij lief gehad heeft. Dan komt er rust in mijn hart en vrede. Dan is het niet meer zo moeilijk om de pinnen uit de aarde te slaan, te halen. En om je teentje op te breken. En te zeggen tegen je broeder en zuster, kom, ga met ons. Waar ga je heen? Naar de zee. Ja, maar hoe moet je aan de overkant komen? God baande door de woeste baren en door de brede stromen onze pad. Nee, ik wens u geen moeilijkheden toe. Daar moet u ook nooit om bidden. Maar als u moeilijkheden krijgt, vrees niet. Wees standvastig. En het heil is des Heren. Wat moet ik dan nog doen? Niks doen. Loslaten. Overgeven. In vertrouwen mijn weg bewandelen. Op hoop, tegen hoop. Zo gaan we het nieuwe seizoen tegemoet. We hebben een grote God die goed is en barmhartig en die met ons niet doet naar onze zonden. Ik roep u op vanmorgen, bekeert u, o mijn volk, o Israël, u die bezorgd bent voor de dag van morgen, u die schatten verzamelt op de aarde, laat los en laat uw verwachting en uw hoop op hem zijn die het gezegd heeft. Ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Amen.